Stel je voor, je bent een organisatie en je wilt iets gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld bij je relaties of bij je medewerkers. En dat zijn er echt heel veel. Wat ga je dan doen? Het verbaast mij nog steeds dat er dan mensen zijn die zeggen, weet je wat, we gaan iedereen in een grote zaal stoppen en dan gaan we gewoon aan hen vragen of ze in de microfoon willen vertellen wat zij van ons verwachten. Of, erger nog, wat zij vinden wat wij niet goed doen. Dan denk ik, serieus, denk je nou echt dat je daarmee informatie boven tafel krijgt waar je mee verder kan? Daar zit natuurlijk veel te veel druk op die mensen die in die zaal zitten. En afgezien daarvan, lang niet iedereen komt aan bod. Nou, dan hoor je mij dit zeggen en dan denk je natuurlijk, daar zal zij wel weer een oplossing voor hebben. En wat denk je? Dat klopt. Dat heb ik. Ik heb de beschikking over een manier van werken waarmee je een hele hoop mensen tegelijkertijd kunt benaderen en hen een periode kunt bieden van bijvoorbeeld een week of twee weken waarin zij jou van informatie gaan voorzien waar jij om verlegen zit. Dat klinkt toch goed, of niet? Ze kunnen dat op hun eigen tijd doen, 24/7. Ze reageren op opmerkingen, vragen, stellingen die jij erin hebt gezet. En ze kunnen ook nog reageren op andere mensen die daarmee aan de slag zijn gegaan. Allemaal anoniem en alles is dus veilig. Alle informatie wordt vastgelegd en aan het einde van de rit heb jij een perfect overzicht wat die mensen vinden waar jij zo naar op zoek was. Wil je weten hoe dat werkt? Ik leg het je heel graag uit. En misschien kunnen we het samen wel eens gaan proberen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik hoor van je. En dat kan natuurlijk door op deze post te reageren.